Ik sta hier met twee soorten koekenpannen. Koekenpannen, dat is nog wel eens een dingetje. Vaak worden koekenpannen zomaar ergens gekocht of aan een vak geplukt, in de hoop dat het dan inductie geschikt is, in de hoop dat die dan lang meegaat. Soms zijn ze voordelig, soms niet zo voordelig. Wij hebben eigenlijk bij Koken en Wonen een advies als: heb twee koekenpannen. Koop twee goede koekenpannen. Waarom? 1. Dit is een roestvrij stalen pan. In deze roestvrij stalen pan zit geen anti-aanbaklaag, dus die kan er ook niet uit. Dat is heel plezierig, want dat is toch wel de grootste ergernis, dat uiteindelijk een laag uit een pan gaat. Deze pan is van roestvrij staal, maar kan niet worden gebruikt zoals een pan met een anti-aanbaklaag. Dus weet wel, deze pan is geschikt voor biefstukjes, kipfilet, carbonade, allemaal dat soort vleesgerechten, maar moet wel voorverwarmd zijn. Dus je zet hem op de warmtebron, of het nou gas, elektrisch of inductie is. Niet ze in doen, wachten tot de pan voorgewarmd is. Op het moment dat de pan voorgewarmd is, de warmtebron terug, dan olie of boter erin. Het stukje vlees gaat even aanzetten, schroeit dicht, maar laat vanzelf weer los. Dus voorverwarmen, even geduld, dan gaat dat echt perfect. Heb je daar niet echt het geduld voor, of heb je een gerecht zoals bijvoorbeeld een gepaneerde Wiener schnitzel, dan is een pan met een anti-aanbaklaag veel beter geschikt. Een pannenkoek, nou wat ik zeg, een gepaneerde Wiener schnitzel of een visstick of een omeletje gaat veel beter in een pan met een anti-aanbaklaag. Die zijn in verschillende kwaliteiten. Heb je nou je vlees in een roestvrij stalen pan, dan spaar je eigenlijk de anti-aanbaklaagpan uit. En ga je daar ook gewoon veel langer mee doen. Dus eigenlijk is ons advies een goede roestvrij stalen koekenpan, eenmalige aanschaf en één keer een anti-kleefpan, maar niet één keer, dat zeg ik een beetje verkeerd, die gaat eens een keer af. Kijk, waar een laag in zit, gaat ook een laag uit. Of dat nou een teflonlaag is, of dat nou een keramische laag is, die pan moet een keer vervangen worden. Weet wel dat wij bij Koken en Wonen niet werken met pannen met een PTFE of een PFOA-laag. Dus wij hebben een andere soort van lagen erin. Milieuvriendelijk, staat ook overal een groen boompje op. Dus koop niet zomaar wat. Wees wel bewust van wat je koopt. Maar in dit geval gewoon kunststof of hout gebruiken. Bij het omdraaien ga je er gewoon heel lang mee doen. Deze maakt niet uit. Mes en vork erin. Het kan echt geen kant op, want geen laag zit erin, dus er kan ook geen laag uit. Eigenlijk is dat ons advies. Denk je, oké, met roestvrij staal, dit vind ik toch te lastig voor verwarmen. Wanneer kan ik nou wel of niet draaien? Koop dan gewoon één keer een goede pan met een anti-aanbaklaag. Daar heb je elke dag plezier van. En waarom zou je nou geld besparen op iets wat toch regelmatig, bijna dagelijks gebruikt moet worden? Wat op warmtebron moet, wat soms in een vaatwasser moet. Zorg dat het geen ergernis wordt en heb het gewoon qua basis goed voor elkaar. En dat kan echt in alle prijsklassen wel.